Dag allemaal, 28 juni vandaag. We gaan eens kijken naar het weerbeeld voor vandaag en de komende dagen. Het zonnige karakter van het weer, dat zijn we een beetje verloren. Dat zagen we de voorbije dagen ook al. En vandaag zal dat niet anders zijn. Er is veel bewolking aanwezig, we kunnen daar niet omheen. En de zon die heeft het moeilijk om daar door te breken. Dat wil niet zeggen dat er geen opklaringen zijn verspreid doorheen de dag. Maar ze zijn toch in de minderheid en het is meestal de bewolking die zal overheersen. Toch is het daarbij niet koud, nee, in tegendeel zelfs. We zitten in erg warme lucht en de temperaturen die lopen dan ook, ondanks het feit dat die zon er niet goed doorgeraakt, gemakkelijk op naar een 22, zelfs 23 graden aan zee. Landinwaarts is dat een 24, lokaal zelfs mogelijk 25 graden. En dat zijn zeker geen verkeerde waarden. Ook al niet omdat er niet zoveel wind is. Die wind die waait zwak in de ochtend, matig in de middag, uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. En ja, er is kans dat er hier of daar misschien eens een enkel buitje opduikt. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de meeste plekken het vandaag ook weer helemaal droog zullen weten te houden. Als er al een buitje valt hier of daar, is dat heel tijdelijk en veel zal dat niet voorstellen. Vanavond en vannacht is dat ongeveer hetzelfde weerbeeld waar we tegenaan kijken. Veel wolken, erg zachte minima, 17, 18 graden. En het is toch echt wel opmerkelijk dat deze juni maand niet alleen hoge maxima heeft gegeven tot nu toe, maar ook telkens zeer hoge minima. Die nachtelijke temperaturen die zijn echt bijzonder hoog, ook voor de tijd van het jaar. Ook dan zwaar bewolkt tot betrokken per momenten en zijn opklaring. En misschien dat er hier of daar een enkele bui opduikt, het zou kunnen. Morgen is dat ongeveer hetzelfde weerbeeld, maar de kans op een bui wordt iets groter. In de loop van de dag trekt een zwak koufront doorheen onze regio en daar zou wel eens een bui kunnen opduiken, maar ook dat zal niet zo heel veel voorstellen. Het is mogelijk dat dat een lokaal wat intensere bui is, maar heel veel zal dat zeker niet worden. En ook morgen houden veel plekken het gewoon helemaal droog. De temperaturen doen dus een klein stapje achteruit en de wind draait in de loop van de dag naar het westen. Misschien dat er ook aan zee tijdelijk wat zeemist zal kunnen hangen morgen, dat is mogelijk. Maar dat verdwijnt dan weer in de loop van de dag. Vrijdag, dan is dat weer een meestal droge dag. De kans op een buitje is eigenlijk telkens wel aanwezig in de achtergrond. Maar veel meer dan een enkel licht buitje zal dat zeker niet worden. Temperaturen doen het dan wel wat minder goed. We vallen terug op een 1,22 graden. Bij een wat meer uitgesproken west- tot noordwestelijke wind. En er zijn iets meer opklaringen. Maar in de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe. Zaterdag, dat wordt helaas een wat minder dag. Er zijn al veel mensen die mij gevraagd hebben, hoe zit het voor zaterdag? Blijkbaar zijn er heel veel feesten. Wel, ja, toch een moeilijkere start. In de loop van de ochtend trekt er immers een front door onze omgeving. En zoals de kaarten er nu bij liggen, en ik druk daarop, zoals de kaarten er nu bij liggen, zou dat een wat meer actief front kunnen zijn, dat toch wel enkele liters water per vierkante meter kan brengen. Maar ook geen waterballet. Nu, het kan nog veranderen, want we zien telkens dat hoe dichter neerslag komt, hoe minder ervan overblijft. Misschien is dat ook voor zaterdag het geval. Gaan we morgen en overmorgen wel zien. Maar in elk geval, de ochtend zou minder mooi zijn met dus tijdelijk wat lichte neerslag. In de middag trekt dat front dan weg en komen er opklaringen. Maar we zitten in koelere lucht. Veel meer dan 1, 22 graden zouden we dan in de middag niet neerzetten. In de ochtend halen we dat waarschijnlijk niet. Dan later in de periode vanaf zondag en eigenlijk de dagen daarna zet ik er de pluim bij. En dan zie je eigenlijk dat er in grote lijnen niet zo heel veel verandert. We blijven in vrij zachte lucht zitten met toch maxima die telkens gemakkelijk een flink stuk in de 20 graden zitten. Je ziet dat die temperatuur op termijn zelfs eerder de neiging heeft om weer wat meer op te lopen. En neerslag, ja, weinig of niks. Af en toe zit er dus een neerslagsignaal in die onderste pluim. Maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Als we al niet een plaatselijke bui krijgen, dan zullen veel plekken het waarschijnlijk ook volgende week helemaal droog weten te houden. Zo, je bent weer helemaal gebriefd voor het weer. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.